deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een school Q&A. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan op mijn kanaal. Maar ik krijg altijd zoveel vragen over mijn opleiding. Wat voor opleiding ik doe, wat het nou inhoudt, hoe het nou in zijn werk gaat, wat voor niveau het is. Ik ga altijd zoveel verschillende soorten vragen over mijn opleiding. Dat ik dacht, misschien is het leuk om hier wel een Q&A over te maken. Aangezien de meeste mensen nu ook wel een beetje moeten gaan kiezen welke opleiding ze willen gaan doen hierna. Dus ik heb op Instagram in mijn story gevraagd of jullie nog wat vragen hadden over mijn opleiding. En die zijn echt massaal binnengekomen. Dus die ga ik vandaag voor jullie beantwoorden. Maar voordat we met die vragen gaan beginnen, ga ik eerst een klein beetje wat vertellen over mijn opleiding. Omdat volgens mij nog niet iedereen weet wat voor soort opleiding ik doe en wat dat nou precies inhoudt. Dus dat lijkt me wel handig om vooraf te weten voordat ik jullie vragen ga beantwoorden. Heb je daar heel veel zin in deze video en lijkt het je leuker om vaker video's over school te zien? Doe dan een duimpje omhoog en laat het eventjes weten in de reacties. Volg me ook op Instagram, dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan gaan we nu beginnen. Voor de mensen die het nog niet weten, ik doe de opleiding Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 op het MBO. Je hebt er ook een niveau 3 opleiding van, dan heet het gewoon Schoonheidsspecialist. Maar ik doe dus Allround Schoonheidsspecialist. Dus dat is het verschil tussen niveau 3 en 4. Het enige verschil tussen niveau 3 en niveau 4 is dat je op niveau 4 specialisaties krijgt. Zoals acne, bindweefsel, shiatsu, dat is een soort drukpuntmassage. En dan nog andere huidverbeterende massages. Dat krijg je op niveau 3 niet. Waardoor je met niveau 4 ook eventueel nog door kan stromen naar het HBO, naar huidtherapeut. Dat is de opleiding die dus het meest aansluit op deze opleiding op het MBO. Ik heb hiervoor MAVO gedaan. En voordat ik naar deze school kwam, moest ik een paar testjes maken. En aan de hand daarvan gingen ze kijken of ik naar niveau 3 of naar niveau 4 mocht. En ik mocht gewoon naar niveau 4, wat ik heel erg fijn vond, want ik wilde ook gewoon heel graag de niveau 4 opleiding doen. Omdat ik hierna dus ook nog het HBO wil gaan doen. Maar daar ga ik straks meer over vertellen. Mijn opleiding duurde dus 3 jaar en je hebt heel erg veel afwisseling in theorie, praktijk en stage. In het eerste jaar heb je 4 dagen school en 1 dag stage. In het tweede jaar heb je 3 dagen school en 2 dagen stage. En in het laatste jaar heb je 1 dag school en 4 dagen soort van stage niet. Dat ga ik eventjes uitleggen, dat is misschien een beetje moeilijk. Als je misschien mijn weekvlogs kijkt, dan weet je wel af en toe dat ik het heb over de spa. En ik moet stage ook in de spa en bla bla. Onze school, ik zit op RGC Mondriaan Leegwaterplein. Dat is in Den Haag. Die hebben een soort samenwerking met City Spa Spa Varen. Dat is dus een spa met een hotel. Dat is in Rijswijk. Dit is iets wat je trouwens alleen in niveau 4 doet. Dus spa niveau 3 doe je geen spa. En in niveau 4 wel. Dat is dus dat je je laatste jaar 2 dagen stage gaat lopen in de spa daarvan. En je krijgt daar ook gewoon les. Want bijvoorbeeld op maandag heb ik les in de spa. Dus krijg ik gewoon bijvoorbeeld acne theorie of bindweefsel theorie. Op maandag is vooral het theorie gedeelte. Dan op dinsdag heb ik eerst een halve dag les. Dus dan heb ik theorie en praktijk acne bijvoorbeeld. En in de middag heb ik dan stage in de spa. Want het leslokaal van de spa en de spa zitten naast elkaar. Ik hoop dat je het nog snapt. Dan op woensdag heb ik gewoon school op het Leegwaterplein. Dus gewoon op de school zelf. Dan op donderdag heb ik stage in de spa. Dus geen les, alleen stage. En op vrijdag heb ik gewoon mijn eigen stage bij de salon. Dat kan bijvoorbeeld ook gewoon een salon zijn hier bij jou in de buurt. Die salon mag je helemaal zelf verder kiezen. Ik heb toevallig dit jaar dezelfde salon waar ik stage loop als de salon waar ik vorig jaar stage liep. Het kwam voor mij gewoon zo uit en ik heb het daar gewoon heel erg naar mijn zin. Dus ben ik daar gebleven. Maandag heb je les in de spa. Dinsdag heb je les in de spa en stage. Woensdag heb je les op school. Donderdag heb je stage in de spa. En vrijdag heb je stage bij je eigen salon. Ik hoop dat het nog een beetje overzichtelijk is. Dit was een beetje de informatie die ik vooraf wilde geven. Ik hoop dat het een beetje te begrijpen is. Maar het verschil tussen niveau 3 en 4 is dus gewoon dat niveau 4 gewoon een paar extra dingetjes doet. Zoals de spa en specialisaties. En niveau 3 doet dat niet. Je kan wel nog kiezen om na niveau 3 een jaartje niveau 4 te gaan doen. Zodat je dan ook je niveau 4 diploma hebt. Dat kan ook gewoon dat je soort van doorstroomt. Maar ik ga nu mijn telefoon erbij pakken waar ik alle vragen in heb opgeschreven die jullie aan mij hebben gesteld over de opleiding. Dus die zal ik nu gaan beantwoorden. En dan hoop ik dat alles een beetje duidelijker voor jullie wordt. Oké, de eerste vraag is: hoe oud was je toen je met de opleiding begon? En hoe oud ben je als je klaar bent met deze opleiding? Zoals ik dus al vertelde, duurde deze opleiding dus 3 jaar. En ik was 17 toen ik begon aan deze opleiding. Dus in 2017. En komend jaar ben ik klaar. Dus als ik 20 ben in 2020. Ja, er zitten ook meiden bij mij in mijn klas die bijvoorbeeld een jaartje jonger zijn. Maar er zitten ook meiden bij mij in de klas die misschien 1 of 2 jaartjes ouder zijn. Meiden bij mij in de klas schommelt een beetje tussen de 18 en de 22.
iedereen zit er een beetje tussenin. Maar je hebt geen uitschieters van mensen die bijvoorbeeld 35 zijn of zo. Het zijn wel echt allemaal een beetje leeftijdsgenootjes die qua leeftijd bij jou in de buurt zit. De volgende vraag: moet je alles voor de opleiding zelf aanschaffen of krijg je het van school? Wanneer je aan deze opleiding begint, moet je natuurlijk een boekenpakket aanschaffen. Wat je ook op de middelbare school aanschaft of voor andere opleidingen. En dat is dus gewoon je boekenpakket wat je voor iedere opleiding moet aanschaffen. Maar omdat je natuurlijk op de opleiding schoonspecialist ook heel veel praktijk hebt, moet je ook heel veel praktijkspullen aanschaffen. En dat is onder andere een praktijkjasje. Dat is een jasje die je de komende 3 jaar moet gaan dragen tijdens de praktijklessen op school. Maar die moet je ook gaan dragen als je in de spa stage gaat lopen. Dus ja, dat jasje ga je echt heel erg veel gebruiken. Ik heb nog steeds hetzelfde jasje als het eerste jaar. Die pas ik ook gewoon nog steeds. Is ook nog gewoon steeds heel. Dus die heb ik toen moeten aanschaffen. Wat je ook moet aanschaffen voor de praktijklessen is een zwarte broek. Ik denk dat iedereen wel een zwarte broek in zijn kast heeft hangen. Maar je moet altijd tijdens de praktijklessen een zwarte broek aan. En zwarte schoenen wat geen hakken mogen zijn. Dus je moet ook zwarte sneakertjes aanschaffen. En als je naar de spa gaat moet je ook nog zwarte plastic Birkenstocks aanschaffen. Omdat je loopt in een spa rond. Dus je mag geen echte schoenen aan. Dus dan moet je nog Birkenstocks aanschaffen. Dus dat is qua outfit wat je allemaal nodig hebt voor de opleiding. En dan heb je natuurlijk nog je praktijkspullen. Als je aan de opleiding gaat beginnen, krijg je een brief met wat je allemaal nodig hebt. Dat hoef je niet zelf te gaan zoeken in winkeltjes. Je kan gewoon bij een, waar je boekenpakket ook ophaalt, kan je ook een pakket met praktijkspullen ophalen. En daar zit alles in wat je dan nodig hebt voor de komende jaren. Stel dat het nou opgaat, kan je dat gewoon op school opnieuw aanschaffen. Stel dat jouw reinigingsmiddel opgaat, kan je die gewoon op school aanschaffen. Ik heb nooit iets nieuws hoeven kopen. Bij mij is het nooit allemaal opgegaan. Oké, mijn camera die was uitgevallen, want die was leeg. Ik heb nu eventjes 3 kwartier op de oplader gelegd in de hoop dat hij het volhoudt. Dus ik weet niet meer helemaal waar ik gebleven ben, dus ik ga maar gewoon verder met de volgende vraag. De volgende vraag is: welk middelbare schoolprofiel heb je nodig voor deze opleiding? Ja, ik had best wel wat verschillende vakken. Op de MAVO heb je niet echt één ding wat je kan kiezen, volgens mij. Op de HAVO heb je bijvoorbeeld MNO en bla bla. Maar op de MAVO kan je een beetje je pakket zelf samenstellen. En ik had biologie, dus zorg en welzijn, maar ik had ook economie. Waardoor ik best wel 2 verschillende soorten kanten op kon. Ik weet wel dat je niet per se wiskunde hiervoor nodig hebt. Je moet natuurlijk wel gewoon Nederlands en Engels en alles met een voldoende hebben afgerond. Volgens mij biologie ook. Maar ze zijn er niet heel erg streng in welke vakken je wel of niet gevolgd moet hebben. Zoals ik al zei, ik had toevallig en biologie en economie. Dus ik had 2 kanten dat ik op kon. Ik kon de economie kant op of de zorg en welzijn kant op. Maar volgens mij heb je dus voor deze opleiding wel biologie nodig. Omdat dit echt bij de zorg en welzijn kant hoort. Maar je hoeft dus niet verplicht wiskunde of niet verplicht geschiedenis of zo te hebben. Dat niet. Volgens mij echt alleen biologie. En gewoon Engels en Nederlands natuurlijk. Maar de vraag die er een beetje op aansluit is: ik doe nu HAVO, maar wil heel graag deze opleiding doen. Is dat slim en raad je het aan? Ik heb toevallig 2 meisjes bij mij in de klas die ook allebei HAVO hebben gedaan hiervoor. Sophia en Marta. En wat voor hun een voordeel is, is dat zij bijvoorbeeld geen rekenexamen hoeft te doen. Geen Engels examen en geen Nederlands examen. Omdat zij die dus al op het HAVO niveau hebben afgesloten. Dus hoeven zij dan niet nog een keertje op het MBO niveau te gaan doen. Tenzij je een onvoldoende hebt gehaald. Dan moet je hem wel doen. Maar als jij rekenen, Engels of Nederlands hebt afgesloten met een voldoende op de HAVO, hoef jij deze vakken dus in principe ook niet te volgen eigenlijk. Geef dit heel duidelijk aan bij het begin van je gesprek van: ik heb HAVO gedaan. We hebben het afgerond met dit en dit. Maar bijvoorbeeld Sof, die wist dit niet. En eigenlijk niemand bij ons op school wist dit. Dus die heeft gewoon 2 jaar lang rekenen en alles voor niks gevolgd. Terwijl zij dat eigenlijk niet eens meer hoefde. Dus geef dat goed aan het begin. Want misschien hoef jij dus bepaalde vakken dan helemaal niet te volgen. Als je al de HAVO hebt afgerond met een voldoende. Ik kan het denk ik op zich wel aanraden. Want je hebt het ook op HBO niveau deze opleiding. Maar dat is huidtherapie. En bij de MBO krijg je gewoon zoveel basisinformatie wat je nodig kan hebben bij het HBO op de huidtherapie. Maar er zijn ook heel veel mensen die het MBO overslaan en gewoon doorgaan naar HAVO. Of naar het HBO, dus dat kan ook. Ik zelf heb er geen ervaring mee, maar ik weet wel bijvoorbeeld dat Sof en Marten het wel gewoon heel erg leuk hebben op de opleiding. En dat ik weet dat je met een HAVO-opleiding gewoon prima deze opleiding kan gaan doen. Natuurlijk, het is makkelijker en je zit misschien wat onder je niveau. Maar je krijgt wel gewoon heel erg veel informatie die je op het HBO weer verder kunnen gaan helpen. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Nou, ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik altijd wel best wel geïnteresseerd was in huidverzorging en beauty en nagels en dingen. En mijn tante die heeft een eigen schoonheidssalon en daar kwam ik vroeger met mijn nichtje best wel vaak. Soms mochten we bij elkaar lekker maskertjes opdoen of gingen we lekker nagels lakken. En ik was zelf vroeger ook altijd heel erg met nagels lakken.
allemaal nail art dingen en zo. Dus eigenlijk was het voor mij best wel van zelfsprekend dat ik deze opleiding ging doen. Ik zie mezelf namelijk echt niet op een kantoorbaan of wat anders. En ik hou wel echt heel erg van met mijn handen bezig zijn. Lekker creatief bezig zijn. En dat was deze opleiding. En eigenlijk heb ik ook niet echt getwijfeld tussen deze opleiding of een andere opleiding. Voor mij was de keuze eigenlijk best wel snel gemaakt dat ik deze opleiding wilde gaan doen. Dan de vraag of het een lastige opleiding is. Ik vind het zelf persoonlijk geen lastige opleiding. Je hebt gewoon heel erg veel praktijk, waardoor je dus heel erg veel met je handen werkt. Want ik vind dat je daar dus ook heel erg veel van leert. Want je krijgt bijvoorbeeld praktijk, maar over de praktijk krijg je over theorieles. Maar doordat je tijdens de praktijk al hebt toegevoegd en gedaan hebt, leert het gewoon veel makkelijker om het in de theorie toe te passen. Rekenen vind ik ook totaal niet moeilijk. Engels vind ik totaal niet moeilijk. Terwijl op de middelbare school heb ik echt 4 jaar lang Engelse bijles gehad en hield ik af en toe net een 4 of een 5. Nou, hier haal ik echt met gemak een 8 voor Engels. Dus het is totaal niet moeilijk Engels. Zelfs ik kan het en niemand had ooit gedacht dat ik zo goed zou worden in Engels. Nederlands is heel makkelijk. Wel moet je in je laatste jaar een ondernemingsplan maken. Dat is wel wat pittiger omdat het gewoon heel erg veel is en heel streng gecontroleerd wordt. Maar ook dat is niet heel erg moeilijk. En dan was er volgens mij nog een vraag die daar best wel een beetje op aansloot. En dat is de vraag, heb je veel huiswerk? En ook de vraag, heb je een druk in een normale schoolweek? Ik heb eigenlijk niet veel huiswerk. Eigenlijk alle opdrachten die gemaakt moeten worden, heb je gewoon tijd voor in de les. Meestal aan het begin van de les krijg je een beetje uitleg en zeggen ze, nou, ga daar maar deze opdrachten maken. Vaak kijken we aan het eind van de les ook gewoon alweer na. En in het laatste jaar krijgen we niet eens meer echt opdrachten. Is het gewoon echt de stof doorbespreken en oefentoetsen maken. Maar ik krijg eigenlijk geen huiswerk. Eigenlijk helemaal niet. Soms zijn er natuurlijk wel dingen dat als je het in de klas niet afkrijgt, moet je het thuis afmaken. Maar in principe krijg je in de les gewoon genoeg de tijd om het lekker op school af te maken. Dus eigenlijk heb ik de afgelopen 3 jaar niet heel erg veel huiswerk gehad. Natuurlijk het ondernemingsplan waar ik het net over had, daar moet je wel echt heel veel tijd aan besteden. Maar dat moet op het HBO met de scriptie ook. Daar vergelijk ik het altijd een beetje mee. Waarschijnlijk zal dat nog meer zijn. Maar in principe is dat eigenlijk het enige waar ik echt veel aan heb moeten zitten. En dan heb je natuurlijk nog leertoetsen. Nou, die vind ik ook niet heel erg moeilijk. De specialisaties zoals acne en bindweefsel en shiatsu zijn wel een stukje lastiger. Maar gewoon normale examens van vaktheorie over massages of de huid of hand en voet. Die vond ik altijd vrij makkelijk. En of ik een drukke schoolweek heb? Het valt op zich. Ja, omdat je gewoon thuis niet veel hoeft te doen, is het echt alleen naar school. Je komt thuis en je kan je eigen ding doen. In het eerste jaar en in het tweede jaar had ik vaak wel gewoon les tot 4 uur, soms ook tot 6 uur. Maar dan begon je ook weer later, want ik had bijvoorbeeld op maandag dan van 1 tot 6. Of op een woensdag had ik dan bijvoorbeeld van 9 tot 1. Het verschilde echt heel erg. Maar ik vind nooit echt dat ik hele drukke weken heb. Ja, tuurlijk, als je een toets hebt of iets, dan heb je het in één keer ietsjes drukker met leren en zo. Maar het is nooit echt dat je het echt heel erg druk hebt. Dus dat valt echt reuze mee. Dan de volgende vraag. Heb je vaak modellen nodig? Dat valt op zich best wel mee. We hebben in het eerste jaar en in het tweede jaar heb je heel veel praktijk op school. En daarvoor mag je gewoon met een klasgenootje samenwerken. Dus je maakt dan eigenlijk iedere week 2-tallen. En dan ga je op elkaar werken en oefenen. Je hebt eigenlijk alleen modellen nodig met je examens. In het eerste jaar heb je zeg maar een soort van oefenexamen. Dus dan heb je 3 modellen nodig. Voor het onderdeel hand-voet, massage en harsen. En dan in het tweede jaar doe je daar je echte examen voor. Dus heb je weer 3 modellen nodig. Dus eerste jaar 3 modellen, tweede jaar 3 modellen. En in het laatste jaar krijg je dus ook shiatsu, acne, bindweefsel. Daar heb je dus ook modellen voor nodig. Wat wel echt zo'n moeilijke zoektocht was, was een acne model. Acne model moet gewoon aan een paar eisen voldoen. Het moet een bepaalde soort pustels hebben, een paar soort comedonen. En het is gewoon super moeilijk om iemand te vinden die nu acne heeft. Maar je weet niet of diegene over een maand ook nog acne heeft wanneer jij je examen hebt. Daar zat wel iedereen echt een beetje bij in de stress. Dus hou er goed rekening mee dat een acne model vinden wel echt heel erg lastig is. En daar heb ik ook echt heel erg mee gestruggeld. Ik had de eerste keer een avond van tevoren voor mijn examen iemand gevonden. En de laatste keer had ik wel een week van tevoren een meisje gevonden. Maar dat was gewoon echt heel erg veel geluk. Bijvoorbeeld Ron, een vriendinnetje van mij, heeft de eerste keer geen model kunnen vinden. En dan mag je dus ook je examen niet doen. Maar je hebt dus in totaal 3 herkansingen. Dus ja, ze had nog 2 kansen zeg maar om dat te maken. Ook wel eventjes belangrijk is om te zeggen is dat je voor ieder examen dus 3 kansen hebt. Dus 2 herkansingen en 3 kansen om het in totaal te maken. Dus je hebt niet heel erg veel modellen nodig om te vinden. En het is ook niet heel erg moeilijk. Want de meeste, ja, bijvoorbeeld voor harsen kan je iedereen meenemen die beenhaar heeft. Voor massage kan je sowieso iedereen meenemen.
verbindweefselmassage kan je ook iedereen meenemen die niet bepaalde soorten medicatie slikt. Dus dat is heel makkelijk om te zoeken. Alleen gewoon het acne-model was best wel eventjes pittig om te vinden. Maar uiteindelijk lukt dat iedereen wel. Was het moeilijk om een leuke stage te vinden? Het eerste jaar moet je stage lopen in een drogisterij of in een parfumerie. Ik heb toen stage gelopen bij de Douglas in de stad in Den Haag. En waar ik toevallig heel veel geluk mee had, was dat ik samenliep met Keir. Keir is een vriendinnetje van mij die ik in de klas dus heb leren kennen. Ik begon toen in september 2017 met school, dus ook gelijk met stage. Want ik had één keer in de week toen op vrijdag stage. En ik had in de zomervakantie had ik al mijn stage bij de Douglas geregeld. En Keir dus blijkbaar ook. En toen we dus de eerste dag stage hadden, kwamen we er dus achter dat we samen met haar stage liepen. Super leuk, want uiteindelijk zijn we echt hele goede vriendinnetjes geworden. Dus echt een van mijn beste vriendinnen. Het was heel erg leuk om met haar het eerste jaar haar stage te mogen lopen. Misschien heb ik daar ook wel geluk mee gehad dat ik gewoon een heel erg leuk vriendinnetje had. Maar ik vond het team daar ook gewoon heel erg leuk. En ik mocht lekker achter de kassa. En wat ik wel heel erg eng vond altijd was om op de vloer te werken. Om mensen aan te spreken van kan ik je ergens mee helpen. Omdat ik gewoon niet veel verstand had van geuren. Maar het eerste jaar stage vind ik eigenlijk best wel makkelijk naar mijn idee. Want je mag bij de etels, bij de kruid, bij de parfumerie. Je mag gewoon op best wel veel plekken. Zolang het maar een erkend leerbedrijf is. Dus het eerste jaar vond ik stage vinden best wel makkelijk. In het tweede jaar mocht je geen stage meer lopen bij een drogisterij of parfumerie. Maar moest je echt naar een salon. Dit vond ik wel iets lastiger. Omdat een salon moet wel erkend zijn. Ze moeten natuurlijk wel stagiairs aannemen. Vaak zijn salons dus niet zo groot als bijvoorbeeld een Douglas. Een Douglas kan makkelijker een stagiair aannemen dan bijvoorbeeld een kleine salon. Omdat ze bijvoorbeeld bij een kleine salon gewoon niet heel erg veel werk voor je hebben. Charlotte, een ander vriendje van mij die ook de opleiding deed, die had een gesprek bij Lifestyle Salon de Heek. En zei toen tegen mij, Fleur, het is er zo leuk, je moet er echt komen. En eerst wilde ik eigenlijk gewoon lekker mijn eigen stageplek zoeken. Maar het was zo lastig om te vinden en zoveel mensen die hoefden geen stagiair. Of dat was niet voor de dagen dat ik een stageplek nodig had, want ik zocht een stageplek voor de donderdag en de vrijdag. En toen zei ze, Fleur gaat ook gewoon daar proberen. Doe het gewoon, het is echt heel leuk. Dus toen had ik ze gemaild en toen mocht ik op gesprek komen. En toen, het was echt een super grote mooie salon. Het is een super grote mooie salon. En toen ben ik daar ook stage gaan lopen samen met Charlotte samen. Keir is er toen ook bijgekomen. Alleen Keir die stond op een andere afdeling. Alleen toen in oktober is Keir gestopt met de opleiding. Dus die was eigenlijk alweer vrij gauw weg daar. Toen heb ik ongeveer tot december daar samen stage gelopen met Char. Maar die is toen ook gestopt met de opleiding. Dus vanaf december tot eigenlijk nu loop ik er mijn eentje stage. Wel december vorig jaar. Dus ik loop daar nu al anderhalf jaar stage. En ik heb daar gewoon heel erg naar mijn zin. En het is echt een hele leuke salon. Ik heb er best wel veel geleerd. Manicures, pedicures op een andere manier dan dat je op school leert. Ik heb vetbevriezen geleerd. Ik mag vaak meekijken met behandelingen. En er zijn gewoon heel veel lieve vrouwen die ja, gewoon van alles willen leren. Dus ik vond het niet heel lastig om een stageplek te zoeken. Maar er zijn wel heel veel meiden bijvoorbeeld in mijn klas die het niet leuk hebben op een stageplek. En als je nou niet leuk hebt, geef dat gewoon lekker aan bij een mentor. Want die kun je altijd helpen met het zoeken van een nieuwe stageplek. Want op school, bij ons hebben ze ook een soort boekje met allemaal stagebedrijven. Die ze eventueel kunnen bellen voor als je geen stage kunt vinden. Dan een vraag die er een beetje op aansluit is, krijg je stagevergoeding en zo ja, hoeveel? Voor schoonheidsspecialisten is het eigenlijk vanzelfsprekend dat je als stagiair geen vergoeding krijgt. Dat komt door het CAO dat schoonheidsspecialisten hebben. De kappersopleiding krijgt dan weer wel stagevergoeding. Dus het is een beetje raar en dubbel. Maar kappers krijgen dus wel stagevergoeding en schoonheidsspecialisten niet. Vandaar dat ik in het eerste jaar bij de Douglas ook geen stagevergoeding heb gekregen. Wel mocht ik Keir bijvoorbeeld heel vaak, als ze een target hadden gehaald, een geurtje uitzoeken. Of een dit uitzoeken of een dat uitzoeken. En met kerst kregen we ook een heel groot pakket met allemaal lekkere geurtjes erin. Dus het werd wel een beetje soort van gecompenseerd erin. Dus kregen geen stagevergoeding, maar wel andere leuke spulletjes ervoor terug. En in het tweede jaar toen ik stage begon te lopen bij de salon, kreeg ik in het begin ook nog geen stagevergoeding. Totdat ik echt klanten ging helpen. Totdat mijn agenda ook vol kwam te staan met klanten. En ik ook steeds meer behandelingen kon gaan uitvoeren. Toen heeft mijn stagebegeleidster gezegd, nou weet je Fleur, jij helpt ons bedrijf lopende te houden. Jij behandelt ook klanten. Dat vinden we ook wel zo netjes als jij ook wat van ons terugkrijgt. En dat was dus stagevergoeding. Maar omdat schoonspecialisten dus geen CAO hebben waarin staat dat ze stagevergoeding krijgen, krijg ik dus stagevergoeding onder de kappers CAO. Want op mijn stagebedrijf heb je een kapsalon en een schoonheidssalon.
Dus ik sta dan zeg maar een soort van ingeschreven onder het kappers-CAO, waardoor ik alsnog stagevergoeding krijg. Ik loop dan 8 uur stage op een dag. En ik krijg daar dan 35 euro per dag voor. Wat dus alsnog best wel veel is. Want nu loop ik dan 1 dag in de week stage. Maar vorig jaar liep ik 2 dagen in de week. Dus dat was toch weer even 70 euro per week erbij. Wat heel erg lekker was. Maar dit kan echt verschillen per stage. Het ligt er gewoon heel erg aan hoe jouw stage erin staat. Waar je stage loopt. Of ze het kunnen missen. Want mijn stagebedrijf is best wel een groot bedrijf. Ik heb dus niet altijd stagevergoeding gekregen. Ongeveer nu 1,5 jaar. Zoiets dat ik stagevergoeding krijg. Dan nog een leuke vraag. Waartoe ben je allemaal bevoegd wanneer je de studie hebt afgerond? Nou, als je deze studie dus op niveau 4 hebt afgerond, kan je dus gaan werken als schoonheidsspecialist. Maar je kan ook doorstromen naar het HBO, naar huidtherapeut. Als je de niveau 4 opleiding dus hebt afgerond, kan je manicures, pedicures, massages, lichaamsbehandelingen, gezichtsbehandelingen. Maar dus ook de specialisaties zoals bindweefsel, acne, shiatsu en andere huidverbeterende massages. Wat best wel goed op je cv staat. Vroeger was het niet normaal zeg maar dat je acne kreeg tijdens je opleiding. En veel salons willen dat graag vaak wel. Dus dan zou je bijvoorbeeld nog een aparte cursus daarvoor moeten volgen. Dus dat het nu bij ons al in de opleiding zit, is gewoon alleen maar een voordeel voor ons. En staat best wel goed op je cv als je kan zeggen van ik kan acnebehandelingen, ik kan bindweefselbehandelingen. Omdat dus niet iedereen met een normale schoonspecialist diploma dat kan. Dan nog een leuke vraag. Wat wil je na deze opleiding gaan doen? Ik heb eigenlijk al heel erg lang gezegd, vanaf het eerste jaar, ook nog midden tweede jaar, dat ik hierna naar het HBO wilde om huidtherapie te gaan studeren. Tussen huidtherapie en schoonheidsspecialist zit ook nog wel een verschilletje. Want met huidtherapie mag je gewoon veel meer machines en apparaten bijvoorbeeld gebruiken. Vroeger mocht de schoonheidsspecialist dat ook. Maar er is dus een lange tijd geleden een soort van regel gekomen dat nu alleen mensen met een huidtherapie diploma bepaalde apparaten nog mag gebruiken. Dus dat heb ik heel erg lang gewild om hierna naar huidtherapie te gaan. Alleen ik zie schoonheidsspecialist steeds meer als een hobby en niet meer echt als een baan wat ik er later van wil maken, zeg maar. Dus ik wil hierna heel erg graag de opleiding Creative Business gaan doen. Ik heb binnenkort een meeloopdag samen met Rosa bij het HVA, de Hogeschool van Amsterdam. Ik weet niet of dat doorgaat in verband met het coronavirus, want het is 16 april. Dus daar moet ik nog eventjes op wachten totdat ik wat hoor of dat doorgaat. Maar eigenlijk wil ik dus heel erg graag Creative Business hier gaan doen. Of in Den Haag of in Amsterdam. Maar die keuze moet ik dus nog eventjes afwachten op waar ik het wil gaan doen. Want ik wil eerst eventjes goed allebei de scholen bekijken. Dus van huidtherapie ben ik een beetje afgestapt. Omdat ik het gewoon, ja, schoonheidsspecialist meer zie als een hobby. En voor een avondje in de week of 2 avonden in de week. En niet als mijn fulltime baan. En ja, omdat Creative Business denk ik dat het ook heel erg bij me past. Omdat ik het heel erg leuk vind om met de camera bezig te zijn. Met YouTube bezig te zijn. Dingen te bewerken en zo. Dus vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om dan niet een opleiding hierna te kiezen. Wat erbij aansluit, maar toch iets anders. Maar ik wil het vak schoonheidsspecialist zeker nog wel blijven doen. Ik heb nu ook bij mijn kamer. Met mijn moeder een kamertje gemaakt. Waarin ik een hele nagelstudio ding voor mezelf ga maken. En ik kon mezelf ook meer specialiseren met losse cursussen. Zoals wimpers. En binnenkort ga ik een nagelcursus doen. Dat ik niet alleen gel kan aanbrengen. Maar ook echt wat soort acryl. Dus daar wil ik mezelf wel in blijven specialiseren. Alleen ik wil er niet mijn fulltime baan van maken. Dus ja, dat. Dan nog een vraag. Heb je spijt gehad dat je aan deze opleiding bent gestart, aangezien je hierna wat anders wil gaan doen? Nee, ik heb zeker geen spijt dat ik aan deze opleiding ben begonnen. Ik heb het echt super leuk gehad de afgelopen 3 jaar. Ik ga het ook wel echt heel erg missen, want ik heb gewoon heel veel leuke meiden ontmoet. En ik vond het gewoon echt een hele leuke opleiding. Want je leert gewoon heel erg veel, maar op een hele leuke en speelse manier. Je krijgt heel veel praktijk natuurlijk, zoals ik al zei. Je gaat stage lopen in een spa, wat ik heel erg leuk vind. Ik vind de opleiding gewoon best wel gevarieerd. Natuurlijk heb ik soms wel eens gehad van, oh, ik wil niet naar school, ik heb geen zin, ik wil stoppen. Maar ik denk dat iedereen op iedere opleiding dat wel heeft. Maar ik heb zeker geen spijt gehad dat ik aan deze opleiding ben begonnen. Ook al is het niet de fulltime baan wat ik later wil gaan doen, toch zie ik het als iets leuks wat ik heb mogen leren. En ik ben ook heel erg blij dat ik het heb geleerd en het gewoon volgehouden. En ja, ik vond het gewoon wel echt een hele leuke opleiding. Ik heb zeker geen spijt dat ik aan deze opleiding ben begonnen. Dan een vraag die hier een beetje op aansluit. Zou je de opleiding ook hebben gedaan met de dingen die je nu weet over de opleiding? Ja, zou ik nog steeds de opleiding doen. Wel zou ik dingen misschien iets anders aangepakt hebben. Bijvoorbeeld iets vroeger beginnen met leren in plaats van de avond van tevoren. En ik haalde het altijd wel. Maar ik denk gewoon, als ik
iets eerder was begonnen, had ik gewoon een veel hoger cijfer kunnen halen. Mezelf niet zo gek lopen maken om stage. Want ik heb mezelf daar ook best wel een soort van gek om lopen maken. Dat ik dacht, ik heb geen zin meer, ik wil geen stage meer en ik ben klaar mee. Maar achteraf viel het eigenlijk allemaal best wel mee. En ik mezelf gewoon helemaal gek lopen maken daarom. Maar verder zou ik eigenlijk denk ik niet heel erg veel anders hebben gedaan. Omdat ik het de afgelopen 3 jaar gewoon heel makkelijk doorstaan heb. Ik heb 3 hele leuke jaren gehad. En ik was zeker deze opleiding gaan doen als ik had geweten wat er komen zou gaan. Wel was ik misschien iets eerder op zoek gaan naar een acne-model. En wat minder stress daarvoor willen hebben. Maar dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Dus nee, ik had zeker gewoon deze opleiding blijven doen met de kennis die ik er nu van heb. Dan de ene laatste vraag. Het leukste en het minst leuke aan je opleiding. Het leukste aan de opleiding vind ik denk ik de diversiteit die je krijgt. Want je loopt natuurlijk wel stage in de spa, maar ook in de salon. Je hebt stage gelopen in een drogisterij of in een parfumerie. Echt heel veel praktijk. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat je gewoon heel veel met je handen bezig bent. En wat ik het minst leuk vind is niet per se aan de opleiding, maar misschien aan mijn school. En dat is een beetje de chaotischheid. Dat is geen woord, maar gewoon het chaotische gedeelte eromheen. Mijn school is heel, heel slecht in dingen regelen. Het ligt niet aan de docenten, maar het ligt gewoon aan het hoofdbestuur. Ze regelen alles te laat. Of juist net niet op tijd. Of we krijgen alles te laten horen. Of we weten de helft niet eens. En dat is gewoon wel dat ik echt afgelopen 3 jaar een paar weken aan geïrriteerd heb. Dat ik dacht, jezus, kom op, weet je. Je bent een super grote school en er wordt gewoon niks geregeld op deze school. Dus dat is wel denk ik het minst leuk voor. Maar aan de opleiding zelf, dat het minst leuk is denk ik het ondernemingsplan. Omdat het gewoon heel erg veel tijd en moeite kost. En je waarschijnlijk 40 keer opnieuw moet maken omdat het niet goed is. Maar verder is er eigenlijk niet echt iets niet leuk. En dan de laatste vraag van wat vind je van de gehele opleiding samen? Ik vind het echt een hele leuke opleiding. En ik zou het mensen echt aanraden als ze een beetje deze interesse hebben. Het is namelijk helemaal niet moeilijk. Je hebt nog lekker veel vrije tijd ernaast. Wel een tip is zoek gewoon een leuke stage. Want als je geen leuke stage hebt kan het echt gewoon heel kut zijn. Om het maar eventjes zo te zeggen. Want je bent er natuurlijk wel heel erg veel in de week. Je bent er ongeveer 9 uur per dag. 2 dagen in de week in het tweede jaar. 1 dag in de week in het eerste jaar. Zorg gewoon dat je echt een leuke stage hebt. Want als je geen leuke stage hebt, wordt het er alleen maar lastiger van. En als er dingen zijn op stage of iets wat je niet leuk vindt, bespreek dat gewoon met je mentor. Want dat heeft mij ook heel erg geholpen. Ik had namelijk in mijn tweede jaar dat ik gewoon best wel uitgeput raakte door stage. Omdat op donderdagavond was ik pas om 10 uur thuis. En de volgende dag moest ik alweer om 8 uur weg. En dan de hele dag gewoon helemaal opruimen en schoonmaken. Dus daar heb ik toen gewoon wat over gezegd. En is toen opgelost. Dus als je ergens mee zit, zeg het gewoon lekker. Zoek een leuke stage. Zoek op tijd modellen. En verder over de opleiding. Ja, ik vind het heel leuk. Misschien is onze school, Leegwaterplein, iets minder leuk. Ik heb het heel erg leuk gehad met de meiden en de docenten. Alleen het geregeld, wat ik net al zei, is gewoon echt belabberd. Maar buiten dat om vond ik het wel gewoon een hele leuke school. En heb ik gewoon 3 hele leuke jaren gehad. Dus zo, dat waren dus alle vragen die jullie aan mij hadden over de opleiding. Ik hoop dat ik alles goed heb beantwoord en niet te veel van de vragen heb afgeweken. En dat alles een beetje duidelijk is over de opleiding. Heb je nou nog andere vragen die ik niet in deze video heb beantwoord? Laat ze dan eventjes weten in de reacties en dan kan ik ze alsnog voor jullie beantwoorden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, een keertje wat anders dan normaal. Vond je het nou leuk? Laat dan een duimpje achter, dan weet ik dat jullie het leuk vonden. En of jullie misschien wat vaker van dit soort video's willen zien. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer!